Zo, dus jij gaat er zo weer van tussen. Ja, ik ga zo van tussen lekker weer aan de arbeid. Waarom Dat is arbeid? Waarom is dat nodig? leuk. Hele goedemorgen. Ja, mijn naam is Karen Stammel van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stammel van der Werf. Het is vandaag dinsdag 19 mei. Het is bijna 10:30 in de ochtend. Ik sta lekker buiten op mijn balkonnetje. Jullie horen allemaal auto's. Ja, dat gaat ook door. Mijn buurvrouw vond het leuk om een lady op te halen. En ik heb nou hier af en toe twee zeurende honden. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier gewenst met dit hele mooie dag. Nou, wat ik dus al zei. Ik heb nu twee honden in plaats van drie. Dit is de witte hond. Dit is een oranje kat. Genaamd Speedy. En dit is trouwens Beauty overigens. En dit is Lovely overigens. Ja. En het is vandaag mooi weer. En ik mis mijn thermometer. Dus daar ga ik morgen aan naar zoek. Thermometer voor hier weer. Zodat ik weet hoe warm het hier is. Ja, en ik ga me nu lekker opfrissen en aankleden. Ja, voordat Ro hier voor de deur staat. Want ik wil ook nog samen met hem even lekker lunchen. Voordat hij dus naar zijn werk moet. Ja. Zo. Toen liep ik lekker buiten. Hij stiekert op. Kom. Gras op. Mevrouw, kom. Is nou nog hier lekker schaduw. Je balletje pakken, hier. Afgeven, kom maar. Balletje hier. Nee, moet ik even een stukje pakken dan. Ja.
Tikkerop. Tikkerop. Daar, bij je zus. Ze allebei weer een vlekje zwemmen, best. Ja, kijk, daar is Roderick weer. Kijk. Veel ding van je. Ja, tuurlijk. Hey, maar hoe heb jij geslapen? Ik denk wel goed. Mooi, vertel. Vertel. Nou, dat is weer niet zo vroeg opstaan, scheelt weer. Ja? Dat hangt altijd behoorlijk in. Zeker opstaan als het nog donker is. Ja. Heel slecht tegen. Mm-hmm. Thuiskomen als het donker is, prima. Maar opstaan als het donker is, dat is wat andere koek. Dus ja. Ik denk dat het goed geslaagd. Dat is mooi, kijk. Ja, precies. Dus nee, maar dit is beter, hè, die avonddiensten. Dit valt een stuk beter. Dat is mooi, ik ben blij mee. Toch wel. Toch wel. Ja. En het is mooi weer? Het is niet mooi weer. Vogeltjes sluiten. Ergens. Ja, ergens. Maar ik mag weer gaan gooien. Hey, twee. Oh, ja, dat is alweer. Spannend. Zo, moet ik dus aan het gooien gaan. Jammer, joh. Jammer. Ja, echt, hè? Lekker, toch? En weg. Ja, zwemmen. Nou, Lady is weer terug. Ja, net. Dus die is ongeveer een uurtje weg geweest. Dat mag ook wel met dit warme weer. Want dat is gewoon warm aan het worden. Dus die heeft een lekker uitlaat gehad. De dames die zijn moe, dat hebben jullie weer kunnen zien vanzelf. Ik ga even zo meteen lekker lunchen met Rome. Maar eerst ga ik dit even doen. Ja, nou, ik heb dus post. Ro is dat even aan het ophalen. Ik heb lekker voor Roderick gekookt. Mag dat? Nee. Nee, dat mag niet, hè. Nee, dat weet jij. Nee. Nee. Dus nee, ik heb voor Roderick gekookt. Lekker speklapjes heeft hij in blokjes gesneden. Noedeltjes weer. En lekker spinazie. En hij vindt het lekker. Waarom niet? Lekker makkelijk. En hij heeft wel een lekker voedzame maaltijd. Hij heeft groenten. Hij heeft vlees. En hij heeft pasta. Ga je zo maar liggen, meisje. Hé? Hé, ga je zo liggen. Je bent moe, hè? Zo, dus jij gaat er zo weer van tussen? Ja, ik ga zo van tussen lekker weer aan de arbeid. Waarom arbeid? Waarom is dat nodig? Het is leuk, heb je wat te doen. Dan zit ik de hele tijd binnen met die prutscrisis. Ja. Dat is niet leuk. Met crisis binnen te moeten zitten, verplicht. Alleen noodzakelijk mag je naar buiten. Nou, dit is noodzakelijk dat ik lekker naar buiten ga. Zal ze leren. Is dat zo? Ja. En de overheid zeker leren? Precies. Ja. Iedereen zal wat leren. En je gaat ook lekker eten vanavond, heb ik begrepen. Dat zou zomaar kunnen. En want je hebt het ook al een beetje geproefd. Ja. En, nee. Hoe was dat? Dat was weer anders dan anders. Maar wel lekker. Ja, op zich wel. Dat is mooi. Hou we zo. Dus. Maak er een mooie dag van, zou ik zeggen. Ja, dat gaat zeker lukken. Het is lekker weer. Vogeltjes fluiten ergens. Nee. Niet doen. Misschien. Ik ben nu in uniform, dan mag dat niet. Nee, precies. Helaas. Anders wel, maar nu even niet. Nee, precies. Maar we gaan er zeker een mooie dag van maken. Dat vooral met de kijkers. Helemaal mooi. Dus het komt helemaal goed. Helemaal. Dus goed. Misschien zien we je vanavond nog. Misschien wel. En misschien ook niet. Misschien heb ik dan al de vlog alweer afgesloten. Dat zou kunnen. Dus. Dan komt er nog gewoon een extraatje achteraan de vlog die is afgesloten. Ja, misschien. Misschien. Dus komt helemaal goed. Dames kijken.
Want de baas gaat... Ja, zometeen. Want anders heb ik jouw ding nog in beeld. Kijk. Nu kun je dat doen. Doei! Werk ze! Daar gaat ie. Doei doei! Dan niet. Hij gaat werken. Tot vanavond. Nou ja, ik ben dus lekker druk bezig in huis. Ik heb al geawast. En geawast. Lekker goed Nederlands, Karin. Nee. De alles heb ik gedeeltelijk gedaan. Net dat Roderick nog thuis was. Voordat we gingen eten. Ik heb voor hem gekookt. Dus die alles moet ik dus nog doen. Ik heb al deels gestofzogen en een deel gedweld. En nu ga ik de jongen schoonmaken. Ja. Dus ik laat jullie even zien hoe het nu is. En dan straks weer. Nou, de rok van de jongens. Dit is Whisky. En dat is Charlie. Hé, Charlie. Oh, daar ga je ook weer die kant op. Ja, je wordt groot. Ja, jullie worden groot. Maar dat wisten jullie al, hè? Dat jullie groot werden. Ja, dat wisten jullie al, hè? Toch? Ja. Maar ik ga nu jullie rok verschonen. Nou, en zoals jullie zien, is de caviakooi weer lekker schoon. Rustig maar. Gebeurt niks hoor. Nee hè. Als je lekker vindt. Nee, niet daaraan knagen. Niet daar aan knagen. Niet knagen. Daar is dat niet voor. Nee, Whisky. 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 Nee. Whisky. Wis. Nee. Whisky. Ja, gezondheid. Proost. Wie zit er weer erbij? Hij. Pik die dame daar. Nou, ik ben bijna klaar met alles. Hij mis je. Ja, ik moet even dit nog even allemaal opruimen. Jip. Ik heb lekker hier. De deur is dat even weg. Jip, is dat even lekker weg. Ja, serieus. En dan ga ik eventjes een broodje eten. Ik ga een broodje eten. Ja. Ben je lief? Ben je mooi dan? Ben je lief? Beauty lief? Beauty lief. Zo, nou dit is de poot van Lovely. Ja.
En het ligt zo lekker. Hey, kerels. Lig je lekker vet? Ik maakte je even expres even wakker om even te kijken of je nog leefde, want je lag zo diep in slaap volgens mij. Hey, moet dat? Kom, ga lekker eventjes de achterbalkondeur open doen. Kom. Ja, dit moet ik nog even opruimen, maar dat doe ik later. Kom, lekker achterbalkon. Kom. Nee, kom, achter, kom. Ja, lekker achterbalkon. Kom, achter, lekker achter, kom. Achterbalkon, ben moe. Ah, om 4:30, jeetje, ik heb niks gedaan. Ja, lieve, mijn lieve, lieve, lieve familie, lieve kijkers. Ja, ik ben echt gewoon even back off. Ik heb gewoon heel veel gedaan. Mijn ogen die zijn gewoon onwijs moe. Die vallen gewoon dicht. Ik kan het gewoon ook niet openhouden, maar oké, maakt niet uit. Ik ga gewoon even een stukje doen. En tot straks. Ja, toen zat ik lekker op de bank. Ja. Lekker Speedy bij me, die vindt het weer leuk om even lekker te kusjes te geven. Met zo'n lekker schuurpapier. Hé, Speedo? En dan ligt er eentje lekker daar op de stoel. En dan ligt er weer eentje daar. En ik zit hier. De persconferentie is geweest. En ja, 1 juni mogen de restaurants en de horeca weer open. Dus mensen, van harte gefeliciteerd als jullie deze kijken. Ja, ik ben blij voor jullie. Echt waar, zet hem op. Wij gaan jullie om mij steunen, geloof mij. En vooral het restaurant samen gaan we steunen. Die heeft ook onwijs hard nodig. Ja. Dus zet hem op, jullie kunnen het. Doe normaal. Hey. Ga lekker buiten zitten dan. Ja, hè? Jij gaat lekker eten of niet? Nee. Ja. Je bent blij, hè? Met je schone kooi, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja. Vriend, en die zit daar. Ja, en ik ga lekker op het balkonnetje zitten. Ik ga zo meteen mijn mama weer bellen. Ja, nou, wat ik dus al eerder zei. De persconferentie is dus al weer geweest, gelukkig. De horeca mag dus al open. 1 juni om 12 uur. Dus dat heb ik ook al gezegd net. Zet hem op, jullie kunnen het. Maar ik heb dus net ook al restaurant samengebeld. Heb ik dus de eigenaar aan de telefoon gehad. Die was er helemaal blij om mijn stem / onze stem te horen. En ja, ik wou dus eigenlijk gelijk reserveren voor 1 juni. Om lekker s'avonds lekker even samen met Roderick weer even uit eten te gaan. In deze rare tijd van de crisis. En, maar ja, hun zijn dus nu heel druk bezig. Want ja, er komt dus ook een inspectie dus waarschijnlijk gewoon langs. Om te kijken of ze wel voldoende maatregelen hebben genomen. Nou, restaurant samen kennende doen ze dat. Dus ja, dat gaan ze gewoon doen, punt. Dus ik moet sowieso... 25 mei moet ik weer contact opnemen. Dus dat is volgende week. Voor jullie is het al geweest. Dus ja, hè. Want ik loop behoorlijk vooruit. Maar dat maakt niet uit. Nee, maakt voor mij niet uit. Dat is juist lekker. Maar dan gaan we lekker reserveren voor 1 juni.
Dus, en hij zei ook al van, ja, maar dan ga je wel weer vloggen. Tuurlijk ga ik vloggen, wat denk jij dan? Tuurlijk. Het is inderdaad dan lekker wat rustiger. Dus dan heb ik wat meer de gelegenheid om even alles rustig te vloggen. Ook voor jullie in deze rare tijd. Maar ook hoe ze het gewoon handhaven. Die anderhalve meter in een groot restaurant. Ik vind het netjes hoe ze dat dan gaan doen. Ja, daar ben ik wel gewoon benieuwd naar. Dus, en ook alles schoonhouden. Dus misschien dat we daar ook een kleine interview over kunnen gaan vragen stellen. Maar dat komt wel, TCT. Hè? Alles op anderhalve meter. Ja. Maar ik dan niet meer weer met een Roderick. Maar wel gewoon van de andere klanten. Vanzelfsprekend. Dus ja. Komt wel goed. Ik ga sowieso om 9:30 de hondjes doen. Ik zit nu gezellig weer met mijn moeder en mijn mama aan de telefoon. Ja. Hallo. Mocht je mijn moeder nog niet volgen, ik zou zeggen, doe het dan even snel. Typ het even hier bovenin in de zoekbalk op Corina met de Z en IE. Ja, dus Corie en Luisterburg de Jong. Ja. Kijk, je hebt het gehoord. Dus ik zou zeggen, volg haar ook. Want zij maakt ook leuke content. En ook, zij heeft een heel leuk lief hondje. Dat heet Rijka. Die heeft ze van ons gekregen. Daar is ze nog steeds blij mee. Dus ik zou zeggen, abonneer. Ja, ik ga de lieve hondjes uitlaten. Die moeten ook wel weer even eruit. Ja. Dat lijkt me handig, ja. Nee, andere kant. Even opgevoel. Ja, die zit erin. Ja. Ik had deze net even andersom, ja. En dan wil het niet. Nee. Maar ik ga even lekker de hondjes doen, dus... gezellig. Ja. Ga kijken. Doe dan mee. Hallo, koekoek. Doe dan mee. Nee, oké. Okay. Die loopt dus helemaal hier. En twee zusjes daar. Kom, lieve schat, ga mee. Ja. Goed zo. Even wachten. Ga mee. Ja, kom. Ja, toen zat je vast, hè. Hoe ga je dat doen dan? Kijk, door. Doorlopen nu. Goed zo, door. Best, hoe jullie ook maar willen lopen. Ik vind het prima. Ja, nou, toen was het nog even lekker. Gewoon even een blokje aan het lopen. Het is nu bijna alweer 10:30 in de avond. Zoals je wel kan zien. Het is lantaarntjes branden mooi. Dus ik ben even lekker een avondwandeling aan het maken. Even lekker alleen, zonder hondjes. Moet ook kunnen. En ik geniet er wel van. Ja mensen, dit is een paddenstoel. Ik vind hem nog steeds elk jaar mooi. En hij wordt nog steeds groter, zie ik. Want hierboven komt er ook weer steeds meer aan. Wauw. Ik zie een heel mooi wit busje voor mij. Mag je daar in principe parkeren op het fietspad? Met een witte bus met allemaal mooie strepen. Ja, sorry voor mijn belichting, maar ik vlog gewoon met mijn
eigen mobiel. Dus ja, dus jullie moeten het echt even hebben van dit licht. Maar ik dacht niet uit, toch? Nee. Mag je daar parkeren? Mensen? Echt, hè? Midden op de stoep. Handig. Ja, ik loop dus nu op een verlaten stukje weg. Wat dus af is gesloten. Dat is helemaal opnieuw geasfalteerd. Dus dat is leuk dat ik hier dus nu loop. Gewoon even lekker hier lopen. Dat is grappig. Ik laat jullie even zien wat ze allemaal hebben veranderd. Let niet op het gele licht hier. Heel erg lastig dit. Ze hebben hier sowieso een fiets. Dus dit is rood. Dit is ook zwart. Heel nice. Wauw, kijk. Heel mooi. Putjes. Dat was er ook eerst niet. Goedenavond. Ja, het is alweer het einde van de vlog. Het gaat er onwijs snel, ik weet het. Ja, Roderick is er alweer vrij van zijn werk. Daar ben ik heel blij mee. En dat hij toch eventjes nog de moeite neemt om eventjes er gezellig bij te komen te zitten om de vlog af te sluiten. Maar, vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, hier heb je het belletje. Heb je daarnaast het abonneren. Als je nou eerst het abonneren doet, dan kun je gelijk het belletje aandoen. Want dan blijf je met alles wat ik online plaats op de hoogte. Dan heb je nog het duimpje. Duim. Als je die ook aandoet, dan vind je het leuk. Dat vind ik alleen maar leuk. Ook al vind je het niet leuk, dan doe je zo ook best. En laat een leuke reactie achter. Want dat vinden we helemaal leuk. En we reageren, als we tijd hebben, er gewoon even gezellig op. Zodat we gewoon even een interactie met jullie hebben. Dus ja. Dus vind je het leuk? Ik zou zeggen, kom gezellig bij de familie. En dan mis je helemaal niks meer. En dan wil ik zeggen, dankjewel voor het kijken. Toch, schat? Ja, dankjewel. En tot morgen. Doei!